allemaal, we zijn hier vandaag in een kerkdorp op 8. En hier hadden ze een heel mooi welkomstbord met allemaal dingen erop die binnenkort te doen zijn, dus dat lijkt allemaal wel leuk. Hier leek net alsof je in Beverly Hills bent met een super groot huis en dat was wel heel erg mooi. En hier is een standbeeld gemaakt en nagedachtenis aan de verzetshelden en dat is best mooi. En hier heb je dan de Achtse Molen en die draaide eigenlijk niet, want er was super weinig wind omdat het zo mooi weer was. En hier is een voetbalveld en hier kun je dus voetbal spelen en ook kijken als je wel van voetballen houdt natuurlijk. En hier kwamen we ineens langs een gebouw, daar woonden allemaal oudere mensen die hier verzorgd worden, dus dat was eigenlijk wel goed van acht. En hier was een huis midden in het dorp en daarom noemden ze die daarom ook het dorpshuis en die was wel heel erg oud. En toen kwamen we dus uiteindelijk bij een waterpomp en die ging rechtstreeks naar een, stond hier voor een kiosk met een beeldje nog voor. En die stond midden daar omdat iemand denk ik mooi vindt dat hij daar moet staan. Dus, maar ja, hij is ook eigenlijk wel echt mooi. En dan kun je hier ook nog Jeu de Boule spelen vlakbij die kiosk en daar, dat is natuurlijk ook wel echt leuk. En hier was een heel groot gebouw en het leek wel een kerk, maar die was wel super mooi. En hier waren ineens allemaal dieren en die kon je niet aanraken, want die zaten achter een hek, maar dat was ook een alpaca en dat was super gaaf om die in het echt te zien. En hier had je dan het financieel hart van acht, want hier kunnen alle mensen geld opnemen. En hier zat een restaurant en daar maken ze iets van aardappels en dat heet Brierke, maar we zitten nog in acht, dus dat was wel verwarrend. En hier zat de Chinees en die is weg. En hier zat de bakker en die is ook weg. En hier is de basisschool, hier kunnen alle kinderen van acht naar school en die school zat super vet cool uit met een pingpongtafel en een speeltuin. En hier had je een heel groot grasveld en dan kun je bijvoorbeeld kamperen ofzo als je naar acht gaat. Nou, het was super leuk in acht, houdoe!